Ik ben Ramon Lewin, 33. Ik speel nu bij AZ. Surinaamse vader en moeder, half Surinaams, half Nederlands. En ja, net mijn eerste twee interlands gespeeld. Zeker weten dat je profvoetballer wordt, dat weet je eigenlijk niet. Je hebt te maken met veel concurrentie, af en toe een beetje geluk. Maar ik heb wel altijd voetballer willen worden. En een beetje op mijn 16e, 17e had ik het idee dat het misschien wel zou lukken, zeg maar. En hoe oud was je toen je begon met voetballen? Ik denk een jaartje of 5, ja. In welke clubs gespeeld? Ik ben begonnen bij SV Almere. Verhuisd vanuit Amsterdam naar Almere. En toen heb ik me daar ingeschreven. Daarna naar het huidige Almere City. Vroeger heette het Zwarte Schapen. En zeg maar Omniworld. Van Omniworld ben ik naar FC Utrecht gegaan. Daarna AGOVV Apeldoorn, ADO Den Haag, even kijken van ADO naar Cambuur één jaartje, weer terug naar Utrecht, zo. Denemarken en nu staan we al een tijdje hier bij AZ Alkmaar. Op Hasselbank. Krijgt niet de ruimte. En nu is het eindelijk dat doelpunt. Het is Leon. Nou, gelukkig is het nu op tijd gelukt. Dat ik toch aan het einde van mijn carrière nog mijn interlands kan meepakken. Had je het verwacht, de selectie? Jawel, want ik heb gesproken met de bondscoach op het moment dat het zeg maar echt begon te spelen, dat het mogelijk werd. En heeft hij me erin bij betrokken van dat hij me graag zou willen oproepen. Hoe was jouw ervaring met spelen voor Suriname? Ja, ik had er geen ervaringen mee, dus zoiets laat je op je afkomen en iedereen natuurlijk hartstikke blij dat het uiteindelijk gelukt is. En dat het een eer is. Dus voor mij was het al met al gewoon een prachtige ervaring, ja. En dan sta je daar op het veld. Het nationaal volkslied wordt gespeeld. Hoe heb je dat gevoeld? Ja, mooi toch. Ik bedoel, ik heb nog nooit voor de nationale selectie gespeeld. Ook niet in Nederland, in de jeugd of zo. Dus dat je daar nu voor Suriname mag spelen. Een officiële wedstrijd. Ja, dat geeft een mooi gevoel. Ik had trouwens ook een beeld gezien, hè, van dat jullie toegesproken werden door Ronnie Brunswijk. Ja, natuurlijk. De motivatie. Ja. Hoe voelde dat ook eigenlijk? Ja, dat was mooi. Dat is genieten. Dat vind ik mooi, weet je, dat iemand zo bevlogen is. En ja, ons zo vanuit zijn gevoel, zeg maar, toespreekt. Als je wint, dan krijg je beloning. Dat weten jullie toch? Dus dat was, was gewoon hartstikke mooi. Dat was op de dag van de wedstrijd. We gaan ze winnen vanavond. Ja? Ja? Ja. Dank u wel. Waf Allah. Dus één persoon kan voor ieder werken. En iedereen kan voor één persoon werken. Waf Allah. Allah Juan. Yes. Yes. We gaan ervoor. Ja. En daar hebben we toch een beetje extra power van gekregen. Ja. En ze waren ook komen kijken, hè, die wedstrijd. Die zeker, dag. Zeker. Ja. De president en Brunswijk, die waren er alle twee. Ah. Dus ja, dat was ook mooi. Hoe was het eigenlijk ook het spelen met het Surinaams, met die Surinaamse jongens en ja, de Nederlandse Surinaamse jongens in één team? Nee, ik moet zeggen, dat ging echt hartstikke mooi. We hadden nu een mooie mix, ik denk 14 op 15. We waren met volgens mij 29 jongens. Bal terug op Leeuwin. En ja, dat vloeide eigenlijk direct samen op het moment dat wij waren geland, in het hotel aankwamen. Altijd gemixt op het veld, gemixt in de busjes, gemixt bij het eten. En ja, je ziet gewoon dat die jongens allemaal talent hebben. Want ja, Surinamers zijn gewoon talentvolle mensen, talentvolle sporters. Zij hebben alleen niet die opleiding genoten die wij wel hier hebben. Sommige van die voetballers spelen in het buitenland, hè? Zoals Leerdam. Mm. Hoe was het ook om met die jongens zeg maar in contact te zijn en eigenlijk na een lange tijd weer terug te zien? Nee, goed, wat ik zeg, heel veel van die jongens en Leerdam of een Diego Biseswar, Sherry, die ken ik eigenlijk al lang van mijn jeugd en of mee samengespeeld of tegengespeeld. Dus dan is het gewoon hartstikke leuk om zeg maar die jongens weer te zien en te spreken over iedereen zijn ervaringen en zo. Ja. En wat verwacht je verder nog van dit Surinaamse elftal? Ik verwacht veel, want ik bedoel, we kwamen voor de eerste keer samen. En dat er talent is en kwaliteit, dat is
een gegeven. Alleen je moet het wel samen smeden tot een goed lopend elftal. En kijk, daar is gewoon tijd voor nodig. En veel tijd hebben we niet. Maar ik verwacht op het veld gewoon prestaties in de wedstrijd die gaan komen. Wat wil je graag toevoegen aan dit Surinaamse elftal? Nee, ik wil gewoon toevoegen wat ik eigenlijk bij al mijn clubs probeer. Ik ben geen spits die doelpunten maakt, want ik sta achterin. Dus ik moet voor stabiliteit zorgen. Ik heb ervaring en ik loop al lang mee. Dus ik moet gewoon zorgen dat iedereen om me heen goed speelt en zelf mijn niveau ook halen natuurlijk. Kom je uit een voetbalfamilie? Ja, wel. Althans, mijn vader die heeft altijd gevoetbald. En mijn overgrootopa die is nog aanvoerder geweest van het Surinaamse elftal. Heel lang geleden natuurlijk. Wow. Dus zodoende kom ik wel uit een voetbalfamilie, ja. Ik wil gewoon zo lang mogelijk blijven voetballen en zolang ik me goed voel, op dit moment is dat het geval. En dan gaan we gewoon, kijk, ambities, ja natuurlijk, ik wil zo hoog mogelijk spelen. Ik speel nu bij een prachtige club en in de toekomst gaan we weer kijken wat er verder op mijn pad komt. Maar voorlopig ben ik nog bezig met voetbal zijn en daarna, kijk, wil ik wel in het voetbal actief blijven. Maar wat dat precies gaat zijn, dat doen we nog eventjes op de lange baan. Het Surinaams gevoel. Ja. Weet jij nu wel wat dat is? Jawel, kijk, ik zeg altijd zo van, ja, hier is het fris en koud. En in Suriname is het warm, het voelt als een warme deken, zeg maar. En die mensen, de liefde die je daar krijgt, voelt ook zo, zeg maar. Dus binnen het veld en buiten het veld geeft het je wel gewoon een warm gevoel. En ja, dat is Suriname wel voor mij, zeg maar. Nou, ik heb dat in samenspraak ook met de club gedaan. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om... Ze hebben natuurlijk een investering gedaan en zij wilden me graag hierheen halen. Ze wilden me graag meteen bij de groep. En voor mij klonk dat als een goed idee. Ze wilden me graag hebben en ik wilde ook graag hier zijn. En met Suriname is hartstikke mooi. En wie weet nog in de toekomst. Maar nu moesten ze het wel zonder mij doen. Dag Holland, ik wil daar dag, komen, want ik pin naar hier als een raad. Wambari Teana, Wogolukuna Kulturu Teife, Tam Sabaka Gang, de Canada Peuang. Ja. Tijd voor het nieuws. Goluk op je nieuws. Cultuur on Junsu. Pas de vastraat is resbuntu. Unde van nieuws. Sadef arkina nieuws. Cultuur on Junsu. Pas de vastraat is resbuntu. Suriname zo een hele klant. Mako depti elekwan, weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wansoma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriyoul, ya fans of shini, esha idoule in distance of any. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we lafu as I guess that I go. Be korosi na nga lay take blow. Yeah. Be kohorde gi apina follow. Be deskapuri e shijano wolo. Be te grai de ne juki anga dolo. When I go follow.
negwa so so smanen sa bigi bigi. No. We go axa for luck if the loba bolet. We go arga problema for the sma in the wake and we be sweety. So long house and pay you the we swing committee. Yeah. Druk tap alleen, make we stelling op prijs. Sterker kan wel, want united say way. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar de na a gereedschap. En we die almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou we da eerste leesblad. We zijn beleefschat, statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens teken en je keel gaat. Biet qua door om is gaat, want je weet dat. No fake, no joke, ya anu su prespari. E fu bondru qua wanda mi ne kouda ushwari. Ya anu su nesari, why begin te wan clari. Tuskrite and share, make the fans fi arki. Ya weli bu no prati, u ape ine I parki. We de tapar strati, ka kwanga I kragi. U de borai dwen, aksa folok fai kwanga de steiking. E fu vergelijk ding, u ababo weis dwen. Da u ka for weis ding, gonna beleis ding. A problem fa follow na de staking. Dat bek weta mita follow fu de ta eisting. Wat upo weri koma fu de koti skating. E uchu nap den feng. Tijd voor iets nieuws. Sto look up je nieuws. Kulturu nyunsu. Pas te fa stratis refbuntu. Ude ba nieuw. Sa def arki na nieuw. Culturu nyunsu, paste fastratis respuntu.